Langzamerhand keren de meeste onderdelen van de marine terug naar hun vooroorlogse basis Den Helder. Zo vertrokken deze dagen uit IJmuiden een zestal mijnenvegers die daar sinds het einde van de oorlog gestationeerd waren geweest. Deze kleine bootjes zijn van het modernste type en ze hebben installaties aan boord waarmee ook de meest verraderlijke mijnen zoals de akoestische en magnetische vernietigd kunnen worden. Ook op deze tocht worden de veegkabels gevierd. Door deze kabels wordt een elektrische stroom gevoerd en het magnetisch veld dat daardoor ontstaat brengt magnetische mijnen in de nabijheid van de kabel tot ontploffing. Laat in de middag loopt het flotilje de haven van Nieuwe Diep binnen. Netjes achter en naast elkaar worden de scheepjes aan de kade gemeerd. De mijnenveegdienst is terug in Den Helder.